Goedendag. Mijn naam is Sandra van Wensveen. Fijn dat je mee wilt doen. In deze reeks zijn een aantal video's die ik voor je heb opgenomen, waarbij we de psoas, dus de spier van de ziel, gaan hydrateren. Hij krult hier vanuit de binnenkant van je liezen, koppen van je bovenbenen, krult hij richting de binnenkant van die twee bekkenhelften, die twee Mickey Mouse oortjes. En van daaruit krult hij naar de voorzijde van je wervelkolom. En tevens neem ik je mee om je spiralen te ontdekken rondom je bordjes. We beginnen met deze korte reeks met losmaakoefeningen voor de psoas. Daarbij wil ik je uitnodigen om zo dadelijk je voeten op deze manier neer te zetten en de knieën bij elkaar. En wil ik je uitnodigen om te komen liggen op je rug. Kussentje onder je hoofd. Leg dan je handen neer bij je liezen. Dus nogmaals, de voeten staan uit elkaar en de knieën staan tegen elkaar aan. Je kunt je ogen geopend houden of gesloten. En je gaat je adem waarnemen. Hoe je inademt door je neus. En hoe je uitademt door alle twee je neusgaten. Zo liggend op je rug. Komen er misschien sensaties, gevoelens of beelden naar voren? Het enige wat je hoeft te doen is die waar te nemen. En als je ervan gewaar geworden bent, dan ga je weer terug met je aandacht naar je adem. Het is de houding, de constructieve rusthouding, rustpositie. De houding om overbodige spanning op de psoas energetisch los te laten. Als je veel zit, dan bouw je veel spanning op de psoas. Dan is je de hele tijd aangespannen. Dan dehydrateer je hem. En zo liggend op je rug kan hij weer hydrateren. Deze constructieve rusthouding die kun je doen voor je Pilates training, na je Pilates training of als je net uit je bed komt. Om nog even overbodige spanning los te laten. Doe hem niet voordat je gaat slapen, want hij is ook energieopwekkend. Psoas is een onderdeel van je krachtcentrum, je kerncentrale. Dus pas ook, als het je lukt, de volledige adem toe. Die komt aanrollen via je neusgaten, rechts en links. En dan spiraalsgewijs komt hij het lichaam binnen. Het lichaam zet dan uit.
En zo ook bij je buik en je bijlage flanken, bij je onderrug, bij het heiligbeen. En welke sensaties voel je? Het kan zijn dat je voelt dat het lichaam licht begint te trillen. Dat is mooi. Of je krijgt het even koud, of je kunt het heel erg warm krijgen. Maar dat heeft allemaal te maken met het stromen van de energie. Die stroom die komt nu op gang. Adem hier nog heel bewust 3 keer in en uit. Blijf dan vooral zo ontspannen door adem. En zet nu je voeten op heupbreedte afstand en de knieën plaats je een stukje uit elkaar. En dan breng je je linkervoet echt een heel klein stukje van de grond af. En dan zet je hem weer terug. Als je je ogen half geloken hebt of je hebt je ogen gesloten, voel wat er gebeurt op het moment dat je je voet weer terugplaatst op de mat. Voel de natrilling. Het lichaam schudt nog een klein beetje na. Als jij je voet weer terugzet. Dat zijn de spiralen die meetrillen in het lichaam. Jouw DNA, jouw celletjes, die bevatten dat DNA. En in die DNA zit spiralen, dubbele helix, met lijntjes ertussen. En die breng je allemaal in beweging. Je tilt je voet op en dan gaan we het been strekken over de grond, heen maar zo ver dat jij merkt dat er geen verandering is hier in de holling in je onderrug. Dus het kan heel goed zijn dat je je knie dus niet op de mat brengt. En dan breng je je voet weer terug. Ook hier voel weer die natrilling. Inademend is been wegstrekkend. En uitademend is terugzetten. We maken het onderste gedeelte van de psoas wakker. Daar waar jij nu je handen hebt liggen. Dus heel rustig bewegen. Je been strekken over de grond heen. En hem weer intrekken. En vooral als je je voet weer terugzet, even opmerken wat er gebeurt in het lichaam. Om dat even na te voelen, strek dan alle twee je benen over de grond. Je handen kun je laten liggen op je liezen, ellebogen rusten op de mat. Is er al een verschil voelbaar tussen het linkerbeen en het rechterbeen? Dan zet je één voor één, zet je voeten neer op de mat. En dan gaan we de andere voeten heel klein stukje optillen en weer terugplaatsen. Het kan een millimeter zijn, hè, dat je nog net voelt dat je huid nog contact heeft met de mat onder je. Of als je een sok aan hebt, de t-shirt, de stof van je sok. Nou hier, merk de cadans op het moment dat je je voet weer terugzet. Voel ook waar je spanning opbouwt op het moment dat je je voet optilt. Heel subtiel. Maar we zijn hier bezig met het hydrateren van die psoas. Strek je been uit. En ook hier misschien je knie net nog een klein stukje boven de grond laten zweven. Bekken echt helemaal stil. Zodat er een actie is hier bij je liezen.
bij het been wat nu de leg slide doet. Voel die cadans, voel hoe die teruggezet wordt. Voel die natrilling. En in het dagelijks leven zijn er een heleboel spiralen die je kan waarnemen in bloemen, in planten, in het universum, in een draaikolk. Maar ook in jouw lichaam, jouw botjes, jouw spieren, spiralen om jouw botjes heen. En dan laat je je voet staan. En haal hier weer alle twee je benen strekken over de grond heen. Kun je de warmte voelen daar in je liezen? Merk je op dat de benen nu geen lengteverschil meer hebben, maar even lang zijn? Zet dan weer één voor één je voeten neer aan de grond. Sla dan je linkerhand open. Sla dan je rechterhand open. Handruggen liggen op de grond. Handpalmen wijzen naar de grond, naar boven richting het plafond. Merk je adem op. Voel nog die warme gloed van je handen. Nader bij je liezen. En dan gaan we de spiralen wakker maken in de armen door de handpalmen naar de grond toe te draaien. En de handpalmen naar omhoog toe te laten wijzen. Doe een paar keer. Het bindweefsel wat om je spieren heen zit. Spiraalt je spieren, spiralen om je botjes heen, pezen en ligamenten doen mee. Je botjes zitten in de kern. En dan laat je je handpalmen liggen op de grond. Neem dan waar je rechter elleboog is en dan plaats je je rechterhand op je linker ribbenkast. En dan gaan we die linkerarm gaan we naar achteren toe bewegen. En laten we nog eventjes zweven boven de grond. Leggen we dus niet helemaal neer. En dan leg je je hand weer terug. Inademend bewegen we de arm naar achteren toe. Uitademend bewegen hem terug. En ook hier hou je ribbenkast stil. Mag natuurlijk je arm achter je neerleggen als dat lukt. En anders blijft die zweven boven de grond. We maken nu het bovenste gedeelte van de psoas wakker. Die zijn aanhechting heeft. Helemaal bij je eerste lendenwervel en je laatste borstwervel. Dus T12 L1. Die spiralen wakker maken. Die zorgen voor veerkracht. En die zorgen voor het laten stromen van je energie. Nog één herhaling. En dan leg je weer je handpalmen geopend naast je neer. Handruggen naar de grond, handpalmen naar boven toe laten wijzen richting het plafond. En voel even na. Voel je sensaties. Krijg je beelden binnen. Wat gebeurt er in het lichaam? En dan draai je je handpalmen weer naar de grond. Buig je je linker elleboog, leg je je linkerhand op je rechter ribbenboog neer. En dan gaan we die rechterarm naar achteren bewegen. Even de eerste keer niet te ver, eerst een beetje laten zweven boven de grond. We maken ook de spiralen in de gewrichten wakker. En dit keer dan in het gewricht van je arm. Inademend. Door alle twee je neusgaten en adem uit. Nog zo drie herhalingen.
Het enige wat jij hoeft te doen is niks te veranderen, alleen maar op te merken wat gebeurt er. Laatste herhaling. En dan leg je alle twee je handpalmen weer geopend neer. Kijkend wat er nu gebeurt. Voel je ergens spiraalsgewijs een trilling? Gaat het lekker stromen? Dan kom je daarna liggen op je linkerzij. Rechter mag natuurlijk ook hoor. Plaats je knieën bij elkaar, voeten op elkaar, bekken ook. Kommetje gemaakt van je onderste hand, daar rust je hoofd in. Je zet je vingertoppen aan de grond neer. En die schuiven zo over de grond, zo richting het hoofd. Mag je best naar achteren toe kantelen, maar je vingertoppen blijven verbonden met de grond. En kijk heel even naar je knieën, want die gaan soms schuiven. Bekken ook, zelfs knie gaat naar omhoog. Probeer die knieën op elkaar te houden. En dan gaan we hier weer die hand schuiven naar voren toe. Adem hier in. Hou die knieën op elkaar. En adem uit. Je ogen gesloten houden of geopend en meekijken met je ogen naar opzij, naar achteren toe. Maak hier ook een brede rugspier wakker die we nodig hebben als we een shoulder bridge doen in de pilates. Of rollover of een hinge. Dus je bent van alles aan het hydrateren nu in het lichaam, veerkrachtig aan het maken. Probeer die knieën bij elkaar te houden. Doen we nog één herhaling. En dan kun je hem navoelen. Komen liggen op je rug. Je kunt er ook voor kiezen om heel eventjes jezelf op te duwen vanuit je zij. En op je zitbordjes komen zitten. Leg je je handen neer op je knieën. Sluit je voor een momentje je ogen om te kijken wat er nu gebeurt. Het kan ook zijn dat je adem ergens heel erg diep is. Je kan ook plopjes voelen in het lichaam. En dan rol je door naar de andere kant. Breng je daar je knieën op elkaar. Dus lig je nu op je rechterzij. Kommetje maken van je hand. Vingertoppen voor je aan de grond. Knieën en bekken op elkaar houden. En dan neem je je arm zo naar achteren toe. En dan kom je weer terug. Adem in. En adem uit. En je voelt hier een prettige strekking. Nooit te ver gaan in de strekking, dus hij voelt als thee die je kan drinken. Die je dus gelijk kan drinken. En misschien merk je dan op dat je steeds een stukje verder komt naar achteren toe. Of dat er een limiet is, dat je je uitslag hebt bereikt. Geniet daar dan van. Doen we ook hier nog 3 herhalingen. In en adem uit. We zijn bij de laatste ronde aanbeland. En vind je het prettig om ook hier te komen liggen op je rug, weer even in die constructieve rusthouding? Als je voeten
Uit elkaar, die knieën tegen elkaar aan, je handen plaatsen bij je liezen. Merk je adem op. Zijn er sensaties voelbaar? Is het warm geworden bij je liezen? Voelt het prettig ook aan de achterzijde van je wervelkolom? Heb je het gevoel dat je adem nog beter kan uitzetten? Zo hier in je kern, daar bij dat krachtcentrum met wat aanspannen altijd bij de pilates, maar nu heb je het nog lekker los. Het beter hydrateren van de spieren in je buik, wat ook je organen ten goede komt. Je kunt nog even blijven liggen in deze constructieve rusthouding. Dan kan je de video alvast stopzetten. Je kunt er ook voor kiezen om even op je zitbordjes te komen zitten, het hier nog even na te voelen. En als je wil ik je graag uitnodigen voor de volgende video, waarbij we, doordat we nu die psoas hebben gehydrateerd, nog een mooiere Pilates sessie kunnen doen. Dankjewel voor je aandacht. Zie je graag weer de volgende keer.